had dus als idee om het geld te verstoppen onder het zand. Dus ik moet ook even een envelop voor deze gaan pakken. Ja, anders gaat het geld helemaal vies worden. Dat is ook niet de bedoeling. Zo, ik heb een envelop gepakt. Hier doe ik alvast mooi 50 euro. En ik ga het hier wel mooi voordoen, zodat je het ziet. En nog even een 50 euro. Hoppakee. We zitten nu in totaal nog op 700 euro. Wat we weg kunnen geven. Nou, dit doe ik hier mooi even in. Maar wacht, deze rand kan ik er mooi afhalen volgens mij. Yes, kijk eens aan. Hoppakee. Dit ding gaat dicht. En deze envelop gaan we ingraven onder het zand. Dus let's go. Daar gaan we dan. Oké, dit strand hier gaan we pakken. Dit is wel een mooi strand. Ik denk wel dat dit een moeilijke locatie is. Ja, je moet maar geluk hebben dat je weet waar dit is. Kijk, hierachter staan wat van die gebouwen. Die moet je misschien wel herkennen. Dit is dus het strand van Huizen. Hierachter is volgens mij een basketbalveldje. En we gaan het hier begraven. Hier rechts onderin. Ja, gelukkig hebben we hier geen eppenvloed. Anders zou het allemaal overstromen. Maar we gaan nu gelijk even graven. Let's go. Oké, onthoud deze plek in de hoek. Hier ga ik het ingraven. Precies op deze plek hier. Dus ik ga even wat aan de kant schuiven. Wat zand weg. Even een diepe kuil. Deze moet niet makkelijk zijn. Zo, dit is diep genoeg. Dan leg ik hier mooi de enveloppen in. En dan gooi ik alles weer overheen. Hoppakee. Kijk, gelijk is hij afgedekt. Nice. Nou, hier zie je niks meer van. Die zit er goed in. Kijk, laat het nog één keer zien. Dit is dus de spot. Daar moet je zijn.